De Suriname Chinese United Association heeft zaterdagavond een grote literaire en kunstavond gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. Dit in verband met de viering van 165 jaar Chinese immigratie. De avond was gebaseerd op de lange traditie van multiculturele en wederzijdse tolerantie in Suriname. Het programma bestond onder andere uit acrobatiek, gevechtsport, muziek en dans. Vice-president Ashwin Adin stond stil bij de jarenlange band tussen Suriname en China. Suriname, het land van diversiteit, heeft met haar bevolking dit jaar ook mogen vieren dan wel zich bezinnen. Suriname is een多民族的国家, 所以今年苏里南的庆典活动也特别的多. En wel om één dat de broeders en zusters van Indonesische komaf 145 jaar geleden naar Suriname kwamen. 我们庆祝了印度同胞 移民苏里南 145周年. Dat het reeds 155 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. 奴隶制度解放 155周年. We hebben ook stilgestaan bij het gegeven dat 128 jaar geleden de cultuur van Suriname werd verrijkt door invloeden vanuit Indonesië. 印尼朋友移民苏里南 128周年. We hebben onlangs ook mogen gedenken dat het ondertussen al 258 jaar geleden is dat onze Maronbroeders en zusters hun voorouders na een heldhaftige strijd vrede hebben gesloten met de koloniale orde. Adin zei verder dat de Chinezen in Suriname door de jaren heen hun sporen hebben verdiend. Zo zijn ze in elke sector zichtbaar, ook op het politieke veld. De nazaten van de Chinese immigrant zijn overal. Dames en heren, de roep vanuit de Surinamers van Chinese afkomst om aandacht van de regering voor een aantal uitdagingen is ons niet ontgaan. 欢迎华侨们向苏里南政府所呼吁、所请求的几样事情，苏里南政府并没有忘记。 We hebben alle actoren betrokken om deze zorg definitief weg te nemen. 我们已经联系了几个重要的联系人，去商谈相关重要的事项。 Dames en heren, landgenoten, 女士们、先生们， President Bouterse heeft zich vanaf zijn aantreden gecommitteerd aan het onderhouden van een warme band met de Volksrepubliek China. 苏里南的总统鲍德斯先生，自从他任职以来，一直都是和中国保持着友好的关系。 De samenwerking is daarom ook geïntensifieerd in deze regeerperiode. Vice-president Ashwin Adin afgelopen zaterdag tijdens het 165-jarig jubileum van de Chinese vestiging in Suriname.